Ondanks de slechte weersvoorspellingen trok er op carnavalsmaandag toch een bonte stoets door de straten van Veenhorst. Veel creaties sloegen op de huidige prins van de peeltuiters, prins Mark, want hij was een gewild inspiratiebron. Zij misschien ongewild. De fanfare is blij met Marietje als kei. Zij trokken als eerste door de straten van Veenhorst. En dan ging het over Marietje die toch de kei van Veenhorst werd uitgeroepen. Marietje Sanders, want daar praten we dan over. En ondanks de bewolking werd het af en toe toch eventjes goed zicht. Wie wil ons kussen? Dat vroegen deze dames zich in de optocht af. Annie en Jeanne, en zij behaalden met deze creatie een eerste plaats bij de individuele. En was het nou letterlijk of figuurlijk kussen? Een bekend gezegde, ook in Veenhorst, is wittigheid. Of, als je het anders formuleert, wittigheid. Nou, die laatste, dat lieten de dames zien met een geit in hun midden. En ze vroegen ook aan alle toeschouwers van, wittigheid? Wij hadden geen idee met deze geit, zo zeiden de dames. Je moet maar even zeggen dat ze rustig. Maar het leuke is dat ze toch wel veel bekijks krijgen in de optocht van Veenhorst. De Harry Schuppers uit Veenhorst en Boekel zagen we achter deze dames met hun wagen die ook de dag ervoor al in Boekel had meegereden. Zij scoorden een vijfde plaats bij de wagens in Veenhorst. En ook in Veenhorst lieten de Harry Schuppers hun wagen in ieder geval dansen. Standbeelden zijn ook in Veenhorst altijd weer een gewild object. Alle tijd die buurt Peelhorst had om te bouwen, hebben we beeld gehouden. Prachtig uitgedost, deze groep. Wisten de tweede plaats te behalen bij de wagens, de beeldhouwers van de Peelhorst. Jong en oud stond dan als standbeeld. Of werd als standbeeld gecreëerd.
vindingrijke buurt in ieder geval. Dan is het tijd voor Nicky, Bo en Dille met de Lemkes. De basisschool mocht natuurlijk ook meetrekken door de straten. En zij werden met de Lemkes zesde. Prins Mark die de Lemkes tot lood liet branden, blijkbaar. De motorbende. Plan Noord, Wen Bende. Ze reisden door de straten van Venhorst met de loopgroepen en behaalden hun vierde plaats. Deze heren hadden we ook al gezien in de optocht van Boekel. We veroveren Engeland en dan is het Brexit. Wist de eerste te worden bij de buitendorpse groepen. Kom erop! De Daandelkraaien. Met de Engelse drop. Had ook iets met Brexit te maken, zo lijkt het. Wist de tweede te worden met Hoe kom erop. Met carnaval moet je altijd spitsvondig denken. En dat doen ze in Venhorst ook elk jaar weer zeer creatief. Zelfs Prins Mark mocht de ladder beklimmen en werd gevraagd van hoe kom erop? Met de ladder natuurlijk. Nog meer jeugd in de optocht van Venhorst. De pinautomaat. We hebben de buit binnen. Carnaval kan beginnen. De Brabantse boeven. Het ging allemaal over de plofkraak die nog niet zo lang geleden in de Horst werd gepleegd. Deze jongelui die dachten van hé, dan doen we daar wat mee. De M&M's, de kleur maakt niet uit. Leerlingen van de basisschool werden in deze creatie, of wisten in deze creatie, een eerste plek te behalen. En een dansje doet het altijd goed, dat zien we ook tijdens de optocht. En je blijft er nog eens warm bij, want dat is ook de bedoeling. Prins Mark wint ons op. De dames van de Rood. Zouden we graag zien hoe dat deze dames dan opgewonden raken van de prins. Van de peeltuiters. Zo te zien vinden ze hem een lekker snoepje. Aha, daar zit hem de knuit. De sleutel moet opgedraaid worden, natuurlijk. Evert Jurissen, ik doe mee in mijn... En Evert werd derde in zijn creatie. Is er nou een deusje vol? De buurmeisjes
Ook in Venhorst lieten ze zien dat het een geëmmer is. Of zoals in Venhorst zeggen, one geëmmer. De meiden werden door de jury beloond met een tweede plek. En hier ook mag Prins Mark weer een handtekening zetten. En zal de emmer nooit verwijderd worden. De boerkes. Majesteit. Bij de buitendorpse deelnemers bereikten zij een tweede plaats. Al dus de jury in Venhorst. En misschien heeft deze jeugd nog wel toekomst. En zien we ze later nog terug. Bij tal van andere grotere wagens die ze uit gaan voeren. De tractorbende met stuur in de hand. Trekken we door het hele land. Terwijl deze jongelui nog steeds niet de gerechtigde leeftijd hebben om een tractor te mogen rijden. Laten ze toch verstandig iemand anders doen, maar ze hadden wel plezier tijdens de optocht van Venhorst. En relaxed zien we de tractorbende nog de komende jaren veelvuldig terug. Met Vorst Mark en Prinses Lola durven wij met deze dag de sprong wel te wagen. De Air Fox One, de Voskuilen. En met deze prachtige uitvoering wisten zij de jury ook te vervoeren tot een eerste prijs in de optocht van Venhorst. Parachutisten in Venhorst, je ziet ze niet vaak, maar deze optocht deden ze wel mee. Je ziet hem bijna niet, maar nummer 18, Damon Biemans. Geen bier, maar prik. Zo laat hij merken. Bier voor Prins Mark, prik voor deze kleine held uit Venhorst. En Poel Poel deed ook weer mee. De skihut. Bij de buitendorpse wagens werden zij in ieder geval derde, de skihut van Poel Poel. Schatse skiën, daar werd hem niet. Wij staan liever in de après-ski. Van der Zanden Boulevard, de akkers. Gaan we terug in de tijd, zo lijkt het. Thank you.
Dat heeft ook weer allemaal met het Prinsenpaar te maken. De akkers van de Zanderboulevard. Het behaalde bij de wagens een eerste prijs. En dan hoort er natuurlijk ook zo'n folkloristische dans bij. En na deze dans is het toch tijd voor prins Mark, zijn prinses, maar ook de Raad van Elf, de jeugdraad en de dansbriekers om op de wagen te gaan stappen natuurlijk. Terwijl ze eerst nog eventjes zelf een dansje moeten wagen. En komt ook aan de optocht in Venhorst een einde. Ook daar heeft iedereen weer kunnen kijken naar een mooie mix van kleuren, loopgroepen en van wagens. De optocht werd afgesloten natuurlijk met de Prinsenwagen daar in Venhorst. Dan kijken we ook weer terug op een mooie carnaval bij de Peeltuters. Zij kunnen er ook weer een jaartje tegen. En ook hier namens de cameramensen hopen we dat u veel kijkgenot heeft gehad bij de optocht uit het Peeltutersrijk Venhorst.